Heb jij ook last van een winterdip? Het is donker en grauw en we voelen ons slecht. En iedereen slikt vitamine D. Vitamine D heeft zoveel helende eigenschappen voor het lichaam. Dus daar moet je er eigenlijk al minimaal 2 van pakken per dag. Want met een pilletje hiervan gaat je winterdip weg. Of toch niet? Schatje, wie ben jij? Ik maak je thee. Vitamine D3, misschien wel de belangrijkste vitamine voor een goede hormoonbalans. Ik zit voor mijn werk ook best wel veel binnen op kantoor, dus ik vraag me wel af, ja, krijg ik nou wel genoeg vitamine D binnen? Ik heb de uitslag van de test. Wat denk je? Ik ben heel benieuwd. Heeft het echt zin om vitamine D bij te slikken? Dat zoeken we voor je uit. Grote kans dat jij ook een potje in huis hebt, want vitamine D is het aller populairste supplement. In de winter slikt 35% van de vrouwen vitamine D bij en bij mannen is dat bijna 18%. Hey, slik jij vitamine D? Ja. Sinds 2 dagen. Nou, serieus? Ja, serieus. En waarom ben je ermee begonnen? Omdat mijn moeder toen zei van, oh, deze vitaminepillen is handig om te slikken. Dat heb ik van mijn moeder geleerd. Ik moet zeggen dat ik er echt net mee ben begonnen, omdat mijn moeder het had aangeraden. Oh ja. Nou, dank aan alle moeders, want die zeggen dit niet zonder reden. Vitamine D is super belangrijk voor een goede werking van je lichaam. Dus een tekort, dat wil je voorkomen. Dat zeg ik altijd goed, maar ik lieg tegen jullie, ik ben altijd moe. Vitamine D, wat doet dat nou eigenlijk in je lichaam? Nou, vitamine D is echt een essentiële stof. Als je er te weinig van hebt, krijg je allemaal problemen. Want het is belangrijk voor de bot. Aanmaak. Het is belangrijk voor spierfuncties, het is belangrijk voor de afweer, het immuunsysteem. Maar het is eigenlijk geen vitamine, het is eigenlijk een hormoon. Vitamine D maken wij zelf in de huid onder invloed van UV-licht, dus zonlicht. Dat wordt in de huid gemaakt, maar dat heeft dan weer een effect elders in het lichaam. En dat is nou typisch de definitie van een hormoon. Ik heb de zon al een paar maanden niet gezien en ik zit ook best wel veel binnen voor mijn werk op kantoor. Dus ik vraag me af, ja, heb ik misschien een vitamine D tekort? Nou, daar ga ik achter komen, want ik ga vandaag mijn bloed laten prikken en laten testen of ik een tekort heb. Ik heb mijn bloed laten testen. Okay. Ik was geen vitamine D tekort. Have you ever done a test or something like that? Yeah, multiple ones. I always have a deficiency. You always have a deficiency. Yeah. Wat gebeurt er eigenlijk met je op het moment dat je een vitamine D tekort hebt? Ja, dat merk je niet zo heel veel van. Hè, want uiteindelijk wordt je botstofwisseling gaat wat minder, je spierwerking wordt wat minder. Dus je krijgt wat vermoeidheid, wat spierklachten. Uiteindelijk ook op de lange termijn dus ook botklachten. Mm-hmm. Je merkt het nooit heel erg acuut. Is een van jullie die vitamine D slikt? Ja, ik wel. Elke keer in de winter kom ik in een dip en dan ergens in februari begin je daar een klein beetje uit te krabbelen. Maar het werkt wel. Heb je last van een winterdip of heb je daar wel eens last van? Jaarlijks. Je hoort het vaak, hè? Vitamine D zou helpen tegen de winterdip. Online zie ik het ook vaak voorbij komen. Maar wat klopt ervan? Gedurende de zomer en de lente bouwt ons vitamine D-level zich lekker een beetje op. En gedurende de herfst en de winter, nou, dan neemt dat zo langzaam af. En op een gegeven moment dan voel je dat, vooral in je koppie. Dan krijg je een beetje last van de winterdip. Dus als je dan een vitamine D-tekort hebt, dan heeft dat ook op alle aspecten heeft het invloed. En dus ook op je mentale gezondheid. Slik jij vitamine D? Ja, omdat ik altijd in de winter een beetje somberder word, als het wat donkerder wordt. Ja. En toen dacht ik, dat ga ik een keer proberen. En als ik nou in een winterdip zit en vitamine D ga slikken, gaat mijn winterdip dan over? Nee, dat zouden we heel graag willen. Er zijn heel veel studies naar gedaan. Uh-huh. Er zijn sommige studies die laten zien dat depressieve symptomen een klein beetje verbeteren wanneer je dat geeft aan mensen die tekort hebben. Okay. He, dan moet je altijd erbij zeggen, want als je al wel genoeg vitamine D hebt, heeft dat dan nog zin om nog extra vitamine D te slikken? Nou, waarschijnlijk niet. Als ik voel van, ik zit een beetje in die winterdip, ik ga nu maar eens vitamine D slikken, ik hoef daar geen wonderen van te verwachten. Nee, zeker niet. Nee. Vitamine D tekorten hebben, wat mij betreft, allemaal indirect dan wel direct verband met het ontwikkelen van alle ziektes en klachten die je maar kunt bedenken. Ja, dat is iemand die de literatuur wel gelezen heeft, maar niet helemaal goed begrepen. De relatie tussen vitamine D en ziektes is heel erg ingewikkeld. Omdat ziektes ook leiden tot een lage vitamine D-status. Dat is een omgekeerd verband. Dus mensen worden niet ziek door te lage vitamine D. Nee, ze krijgen een laag vitamine D doordat ze ziek zijn. Yeah. And there's a lot of other stuff contributing to you being tired or... Yeah, just generally depressed because there's no sunlight. Okay, er is dus veel onderzoek gedaan naar vitamine D en het effect ervan. Maar het is best wel moeilijk hoe je die onderzoeken dan moet lezen en interpreteren. Neem bijvoorbeeld je hormoonhuishouding.
Kun je vitamine D slikken om je hormonen weer in balans te krijgen? How can you increase your testosterone? Vitamine D is betrokken bij ontzettend veel lichaamsprocessen, zo ook bij hormonale processen in je lichaam. Dus dat moet je sowieso op orde hebben, maar dat schijnt ook voor de wetenschappelijke literatuur een gunstig effect te hebben voor je testosteronproductie. Ik heb ook gekeken naar die literatuur. Er zijn veel studies gedaan bij mannen met een laag testosteron, of dat dan testosteronproductie verhoogt. Er zijn een paar die wat kleine effecten laten zien, maar de meeste vinden eigenlijk niks. Mm-hmm. Dus dan staat er van insufficient evidence for a clinical meaningful effect. Oh, ja. Dat betekent dan dat er is toch nog wel heel veel twijfel over of dat nou echt gaat helpen. En als dat gaat helpen is het een beetje. Maar extra vitamine D toedienen bij mensen die een laag testosteron hebben, leidt niet tot verhoging van testosteron. Ja. Omdat het lichaam de testosteron aanmaken op een andere manier doet. Ja, het is nu niet alleen grijs en grauw, het is ook nog fucking koud. Ik heb dus die test gedaan, heb nog geen uitslag. Heb ook niet echt klachten of zo, dus ja, ik ben wel benieuwd. Wanneer heeft het eigenlijk zin om vitamine D als supplement bij te slikken? Ja, als je tot een hoog risicogroep behoort, dus oudere mensen, mensen met een getinte huidskleur, baby's en zieke mensen, die moeten eigenlijk ook wel een vitamine D supplement gebruiken. En dat doen de meesten ook wel, maar daar is het wel kritiek voor. Als je dat niet doet, dan kun je wel een tekort oplopen. Hey, slik jij vitamine D? Jazeker. Ja? Ja. Al lang? Nee, zo'n 3 dagen of zo. Oh, 3 dagen? Ja, niet heel lang. Ja, vooral voor minder zon, wij donkere kleuren hebben het echt nodig. Het was alweer 2 jaar geleden toen werd er wel aanbevolen om dat regelmatig te gebruiken. Ja, ik slikte wel vitamine D ooit. Slikte? Ja. Oh, nou, voor een tijdje voelde ik me echt heel suf en moe. Oké. Okay. En ik ging het even een beetje zelf op internet opzoeken. En ook omdat ik zeg maar niet oorspronkelijk van Nederland afkom. Ik ben van Afghanistan, die krijgen echt heel veel zon, weet je. Ja. Dus ik dacht, ik heb best wel vitamine D. Ja. Hoeveel vitamine D moet je nou eigenlijk binnenkrijgen op een dag? Nou, de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid is 400 IE. Beetje vage term, maar het staat voor internationale eenheden. Die term wordt vaak gebruikt en dat is hetzelfde als 10 microgram vitamine D per dag dus. Maar hoeveel slikt hij dan? 5000 IU. Ja? Dus dat is basically... Ja, dat is meer dan... Dat is meer dan normaal, ja. Waarvan wordt gezegd wat gezond is. Nee, klopt. Oké, let op. Even wat getallen. 3000 IE is de maximale dosering die in Nederland in een vitamine D-pil is toegestaan. De Europese Unie gaat uit van een bovengrens van 4000 IE inname per dag, omdat je tot die grens geen gezondheidsrisico's hoeft te verwachten. Deze veilige bovengrens wordt voor de EU vastgesteld door een groep onderzoekers die alle relevante studies op een rijtje zetten en evalueren. Maar toch zijn er gezondheidsinfluencers en verkopers van supplementen die willen dat jij nog meer vitamine D gaat slikken. Hoeveel neem je en wanneer neem je het? Om je bloedspiegel op een voldoende hoog niveau te houden, heb je zo'n 5000 tot zelfs 10.000 international units nodig. Nou, in Nederland mag je maximaal 3000 verkopen per softgel, per capsule. Dus daar moet je er eigenlijk al minimaal 2 van pakken per dag. Als je niet in de zon gaat. Als je niet in de zon gaat. We hebben supplementen.nl meerdere keren gebeld. We hebben gemaild, we hebben het kantoor gebeld, we hebben de baas van het bedrijf gebeld. We krijgen geen reactie. Lekker zenden op TikTok, hoge doseringen vitamine D aanraden. Maar om gewoon even een vraag te beantwoorden waarom ze dat doen, krijg geen antwoord. Kun je eigenlijk ook te veel vitamine D binnenkrijgen? Jazeker. Vitamine D wordt opgeslagen in het lichaam, in het vetweefsel. Als je gaat naar 1000 eenheden, dan zit je daar ver boven. Dan is het nog steeds oké. Okay. Mag je best doen, maar veel... Of het veel baat heeft, dat weten we niet. En de hoeveelheid is ongeveer 5000 IE of IU, International Units. Per persoon heb je een donkere huid, kun je met gemak 10.000 International Units per dag nemen. I would recommend between 4000 and 10.000 IU's every single day. Als je ver daarboven gaat zitten, dan zeggen de experts, ja, dan krijg je gezondheidsschade, toxiciteit. Hè? Dan is het een giftige dosis als het ware aan het worden. I would recommend taking roughly about 20.000 IU's of vitamin D3 every single day. Daardoor krijg je te veel calcium, te veel kalk in je bloed. Okay. Je krijgt problemen met je spieren, je krijgt problemen met braken, misselijkheid en al dat soort zaken. Dus dat is echt een overdosis aan vitamine D. Toen ik die vitamine D geslikken, toen zei de dokter, je hebt echt een verhoogd aantal vitamine D. Ik denk, oh, is dat niet goed? Hij zei, een teveel van iets is, kan natuurlijk soms slecht zijn. Dus hij zei van, daarom zei hij van, je moet er echt mee kappen, weet je. Maak je je zorgen of je een vitamine D tekort hebt, ga dan niet zomaar van die hoge doseringen slikken. Vraag advies aan je huisarts, doe misschien zo'n bloedtest, dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Nou, ik krijg het bericht. De uitslag van mijn bloedtest is binnen.
Nou ja. Jongens, ik heb een vitamine D tekort. Ik moest erom lachen. Misschien is het wel om te huilen. Er staat in mijn uitslag staat ondergrens 50, bovengrens 150. Uitslag 28. Ja, dat is dus echt te laag. Ja. Waarschijnlijk heb je in de zomer gewoon veel meer bloed zitten. Maar we hebben echt een hele donkere winter met weinig zon. Ja. Mensen komen weinig buiten door de regen enzovoort. Dus ja, dan moet je al die vitamine D uit je vette vis halen of uit de margarine en zo. Maar ik ben van de zomer echt wel veel buiten geweest, ook echt wel in de zon. Maar dat voorraadje is dus blijkbaar niet bestand geweest tegen deze grijze wintermaanden. Huisarts heeft er een bericht bij geschreven. 28 is aan de lage kant. Je kunt overwegen vitamine D-tabletjes te kopen bij de drogist. 20 milligram per dag slikken in de wintermaanden. Ja, vitamine D heb je nodig voor een gezond lichaam. Maar zo'n supplement is natuurlijk geen wondermiddel. En de claims over vitamine D online zijn vaak gewoon echt wel wat te stellig. Ik heb dus wel een tekort aan vitamine D, dus ik ga aan de supplementen.